ik wil vandaag met jullie een stukje samen uit de Bijbel doen. Een soort Bijbelmeditatie. En waarom ik het graag samen met jou wil doen is omdat ik merk dat in deze tijd het best wel een uitdaging is om het soms alleen te doen. Mijn goede gewoonte was altijd heavenly media before social media. En als je een klap krijgt, dan ga je goede gewoontes er vaak eerst ook allemaal aan. En dan is het van belang om die weer eventjes in het gareel te krijgen. En ik merkte bij mezelf dat ik daar echt even voor nodig had. En nu is het toch zo heerlijk om weer te zitten bij God. En te ontdekken dat zijn nieuws voor ons vaak heel ander nieuws is dan het nieuws wat je te horen krijgt via de gewone media. Waarbij ik niet wil zeggen dat je dat helemaal niet hoeft te volgen. Maar zet het wel in het perspectief van het grotere nieuws. Wat we doen is, we gaan een Lectio Divina doen uit het stilte dagboek dat ik ooit geschreven heb. En je vindt hem ook hier onder de video. En als je zelf het stilte dagboek hebt, 16 maart, de dag dat wij in lockdown als het ware gingen of dat we het nieuws kregen, stond een hele bijzondere meditatie die echt aansloot bij dat moment. Dus die wil ik graag met jullie doen. En we lezen uit 2 Koningen 4 vers 1 tot 7. Dus wanneer je er nog geen Bijbel hebt bijgepakt, zet de video dan even stop en pak er een Bijbel bij. Ik heb het licht al voor je aangestoken. En het licht symboliseert Christus. En je ziet Christus ook hier op deze afbeelding. Dit is een afbeelding uit de oude abdij in Drongen. Wanneer je denkt, ik heb geen behoefte aan woorden, neem dan deze tijd de ruimte om naar deze Jezus te kijken. En je af te vragen wat Hij jou te zeggen heeft. En Vader, we vragen U of U licht wil brengen in de beslotenheid van ons huis, in de beslotenheid van ons hart, als we hier nu samen zo zitten. En ik wil jou uitnodigen om in de lichtkring van Jezus te gaan zitten en jezelf aan te bieden aan Hem, zoals je er op dit moment bij zit. Hoe voel jij je? Wat zijn je verwachtingen? En dat kan je uitspreken met woorden, maar ook zonder woorden. Stap als het ware in zijn licht. Neem daar even een paar momenten de tijd voor. En ik wil met je lezen 2 Koningen 4 vers 1 tot 7. Ik lees dat één keer en vervolgens wil ik je vragen om daar stil bij te worden en allereerst te kijken. Wat raakt jou zelf in deze tekst? En dan wil ik je uitnodigen om de tekst voor jezelf nog een keer te lezen. En zet dan gewoon de video stop. Want ik laat hier niet elke keer hele lange stiltes tussen vallen. Omdat ik niet weet hoeveel tijd jij precies beschikbaar hebt. Maar wanneer ik je dus vraag om even stil te zijn, zet dan de video stop en neem je eigen ruimte daarvoor. En als je het een tweede keer gelezen hebt, wil ik je daarna vragen om te kijken, wat heeft God jou door deze tekst te zeggen? Elisa helpt een arme weduwe, staat erboven. Op een keer riep de vrouw van een van de profeten Elisa's hulp in. Mijn man, uw dienaar, die zoals u weet altijd groot ontzag had voor de Heer, is gestorven. Nu zal mijn schuldeisje komen en mijn twee kinderen als slaven meenemen. Wat kan ik voor u doen? Vroeg Elisa. Vertel me eens, wat hebt u nog in huis? Alleen een kruikje olie, Heer, antwoordde ze. Verder niets. Toen zei Elisa, ga bij uw buren kruiken en kannen te leen vragen. Lege, zoveel als u kan. Als u weer thuis komt, doe dan de deur achter u en uw kinderen dicht en giet uw olie in die kruiken en kannen over. En telkens wanneer er een vol is, neemt u een volgende. Thuisgekomen sloot de vrouw de deur achter zich. En terwijl haar kinderen haar de kruiken en kannen één voor één aangaven, goot ze de olie over. Toen ze allemaal vol waren en ze haar zoon vroeg haar de volgende aan te geven, antwoordde hij, er zijn er geen meer. Toen hield de olie op te vloeien. De weduwe ging terug naar de godsman en vertelde hem wat er gebeurd was. Die olie moet u verkopen om uw schuld af te betalen, zei hij. En van wat er overblijft kunnen u en uw kinderen leven. Ik wil je nu dus uitnodigen om de video stop te zetten en op te schrijven wat raakt mij in deze tekst. En daarna de tekst nogmaals voor jezelf te lezen en te bedenken wat zegt God mij in deze tekst.
En wanneer je dat hebt gedaan, wil ik dan ook nu heel graag een aantal gedachten uit deze tekst met je delen. Want er staat ontzettend veel bijzonders in. Ik wil je ook uitnodigen, wanneer jij gedacht hebt over de tekst, stuur ze gerust naar me op. Het mooiste is dat een tekst met elkaar het meest tot leven komt. Allereerst wat me hier opvalt is dat de weduwe naar de godsman komt met haar nood. Ze vertelt haar nood aan de godsman. En ik denk dat dat voor ons nu de uitdaging is in deze tijd. Durf jij met je nood heel erg eerlijk ergens aan te kloppen? En dan denk ik ook heel praktisch aan financiële noden. Aan geestelijke noden, maar ook aan financiële noden. Voor de vele ondernemers die er nu zijn. Ik ben nu zelf een ondernemer en ik heb heel vaak in dit soort situaties gezeten. En ik heb echt moeten leren vragen. Het was voor mij het allermoeilijkste. Geven is best makkelijk, maar vragen tot achter de komma, dat is best ingewikkeld. En dat doet deze weduwe. Deze weduwe gaat naar de godsman en vertelt gewoon hoe haar situatie erbij is, zonder schaamte. Wees genodigd om je noden zonder schaamte te brengen op plekken waar men jou misschien van raad kan voorzien. En ik vind het bijzonder, het is hier een godsman. En misschien kun je aankloppen bij de kerk of bij een plek waarvan je weet, die mensen geven mij vaker wijze raad. Wees niet beschroomd om je hulp te vragen. Vervolgens vraagt Elisa, wat hebt u nog in huis? Wat hebt u nog in huis? Alleen een kruikje olie hier. Bedenk eens bij jezelf, wat heb jij nog in huis? Ook al is het nog zo klein, wat heb je nog wel? Vervolgens zie je dat Elisa vraagt, ga naar uw buren. Hoe bijzonder is dat? Elisa schakelt de buren in. De dichtstbijzijnde personen. Hij zegt niet, ga ver op reis. Nee, hij zegt, schakel je buren in. Hoe zou je dat zelf kunnen doen? Hoe zouden jullie elkaar als buren kunnen ondersteunen in deze tijd? Ik zat er laatst helemaal doorheen en mijn buurvrouw heeft voor mij gekookt. Maar ik had het haar eerst wel laten weten dat ik er doorheen zat. Dus ja, die volgorde was het wel. Want anders wist ze ook niet dat ze eigenlijk voor mij zou kunnen koken. Dus ga naar je buren en haal daar lege kruiken zoveel als je kunt. En dan doet de vrouw de deur achter haar dicht. Maar je ziet dat haar hele gezin betrokken wordt bij de handelingen die vervolgens plaatsvinden. De kinderen geven haar elke keer de kruiken aan. Het is niet zo dat er maar één iemand van het gezin eigenlijk zich opstelt vanuit een houding van vertrouwen. Nee, iedereen doet mee in dit vertrouwen. Want ja, waarom zou je nou één kruikje met olie zou je gaan overgieten in alle andere lege kruiken? Daar is toch wel een zekere mate van vertrouwen in nodig. En het hele gezin doet mee in vertrouwen. Hoe bijzonder is dat? Op een gegeven moment zijn de kruiken vol. En dan gaat de vrouw opnieuw naar Elisa. En Elisa doet hier iets bijzonders. Hij zegt niet, nou ja, haal dan nog maar meer kruiken en dan laten we het wonder nog even voortduren. Nee, hij plaatst de vrouw weer terug in de maatschappij. Hij zegt, verkoop deze olie. Ja, gebruik je handen, gebruik je voeten, gebruik je talenten om deze olie ook weer te verkopen. En ja, er zal voldoende overblijven voor de rest van je gezin. En blijkbaar heeft hij er geen twijfels bij of die vrouw de olie wel zou kunnen verkopen. Nee, hij geeft haar simpelweg die opdracht. En ik geloof heel erg dat God ons geen opdrachten geeft die we niet kunnen uitvoeren. Het is een gedeelte om over na te denken. En ik wil jou zegenen. Ik wil je zegenen met voldoende moed om uit te spreken wat je nodig hebt. Ik wil je zegenen met ogen die zien waar de nood is, waar jij een ander kunt helpen. Ik wil je zegenen met het vertrouwen. Voor jou en je gezin, dat je dat hele kleine beetje wat je hebt, kunt overgieten in lege vaten. En ik wil je zegenen ook als je straks weer de maatschappij instapt, om dat te doen wat nodig is om elkaar te helpen. Om elkaar te voorzien van olie, van voedsel. En ik wil je zegenen in de maaltijd die je houdt met jou en je geliefde. Laten we zo samen in vertrouwen op weg gaan.